Het project heet Curator voor één keer. Deze keer heet het Free Art Kiest uit collectie Schunk. Het gaat er eigenlijk over dat we de Heerlense burger meer proberen te betrekken bij hun eigen collectie. Want de collectie van de gemeente Heerlen is ook de collectie van de Heerlense burger natuurlijk. Wat we leuk vinden is om iedereen te laten zien wat er in die collectie zit. En om ook te horen wat mensen nou zelf van die werken vinden, omdat heel veel mensen het nog niet kennen. We proberen eigenlijk steeds meer mensen hier naartoe te halen die ook de werken leren kennen en die er een tentoonstelling mee maken, want dat houdt het project in. Je leert eigenlijk wat het is om een curator te zijn. Je leert de werken kennen, we praten over stijl. We discussiëren over de kunst en in een aantal bijeenkomsten maken ze dan een eigen selectie die hier nu bijvoorbeeld in de ATH-zaal wordt getoond. In de toekomst gaan we dat in de hal van het raadhuis doen, maar voor nu is het hier in de ATH-zaal. Het is superleuk om hier aan mee te mogen doen, omdat het normaal niet voorkomt dat burgers de collectie van de gemeente Heerlen mogen kiezen en daar een expositie mee mogen samenstellen. Heel mooi proces, vormingsproces. Van, nou goed, eerst een voorstructie gemaakt en daarna werken die je aankiest, die je kiest, die je niet kiest. Ik voel me er wel gelukkig bij. Jawel, toch, er is genoeg variatie. We hebben flink gediscussieerd over werken waar wij uit mochten kiezen. En dat was ook iets heel leuks, want normaal zijn wij gewoon creatief bezig. En dan kwamen de discussies over verschillende stijlen, verschillende kunstenaars, kunstwerken natuurlijk. En dat was ook heel erg inspirerend en leuk. De inspiratie haal ik voornamelijk dan in de kleuren en vooral dus het schilderij, het grote schilderij. Daar zie ik heel veel vrolijkheid in. Vrolijkheid is mijn kracht. Ik voel altijd die energie die erin zit en dat gebruik ik ook voor mijn schilderij. Eigenlijk het meeste wat ik geleerd heb is dat ik zelf aan de slag moet met andere technieken. En met de club waar we samen nou de werk hebben uitgekozen, dat we daar ook workshops gaan houden met andere technieken. De keuze wat me tot nu toe, ik vind het baas variërend in stijlen. Het is ook niet te saai, gelukkig. Ja, ik ben zeer tevreden. Over de groep, hoe we dit hebben mogen beleven, dat is eigenlijk de mooiste ervaring die we konden hebben.